Van harte welkom. Laten we hier samen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik heet hier vandaag speciaal welkom onze burgemeester, schepen en gemeenteraadsleden, de politie en de militaire overheid, leden van het Rode Kruis, pompiers en vaderlandslievende verenigingen, leden van het Kerkfabriek. Samen gaan wij deze viering in teken zetten van het Te Deum, dat we op het einde van de mis ook gaan samen zingen, gevolgd door de twee nationale hymnen. Veronderstel even dat u op het eind van de viering, na de zege, de boodschap meekrijgt: ga heen en vertel aan je buren en aan wie je op straat tegenkomt, wat je hier hebt gehoord. Een wel erg uitdagende opdracht. Iets dergelijks overkwam de profeet Amos, horen we straks in de eerste lezing. En hij maakte die opdracht waar. Ook de leerlingen van Jezus werden erop uitgestuurd om het woord Gods te gaan verkondigen. Hebben ook wij de moed om in ons spreken en handelen verkondigers te worden van Gods woord? Wij zijn geroepen om Gods liefde en wijsheid te beleven en uit te stralen. Maar de moed daartoe ontbreekt ons wel eens. Daarom bidden we nu om ontferming. Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de weg zijt. Maar dikwijls gaan we andere wegen dan Gij ons zijt voorgegaan. Heer, ontferm u over ons. Christus, we zeggen wel dat Gij de waarheid zijt, maar dikwijls laten wij ons misleiden door wat ons aangenaam in de oren klinkt en hebben wij geen aandacht voor wat Gij ons te zeggen hebt. Christus, ontferm u over ons.
We zeggen wel dat Gij het leven zijt. Maar in plaats van ons te wagen aan het leven dat Gij ons belooft, verschuilen we ons binnen de veilige grenzen van ons al te menselijk bestaan. Heer, ontferm u over ons.
laten wij dan bidden. God van alle mensen, altijd en overal zendt gij volgelingen uit om uw boodschap uit te dragen. Geef dat onze mond uw woorden spreken en onze daden helend zijn. Beziel ons met wat Jezus bezielde, hij die mens voor de mensen werd. Vervul ons met de warmte van uw nabijheid en met de weldaad van uw vrede. Gij die onze God wilt zijn voor tijd en eeuwigheid. Amen. In de eerste lezing zegt de profeet Amos dat hij door God gezonden is. In de tweede lezing zegt de apostel Paulus ons dat de kosmos moet bijeengebracht worden met als leider Christus. En in het evangelie horen we hoe Jezus zijn leerlingen 2 aan 2 uitzendt. Laten we nu luisteren naar die gebeden uit de schrift. Eerste lezing. Lezing uit de profeet Amos. In die dagen deed Amasja dienst als priester in het heiligdom te Betel, in Samaria. Hij zei tegen de profeet Amos: Ziener, maak dat ge wegkomt. Ga maar terug naar Juda, waar ge vandaan zijt. Probeer daar aan de kost te komen met profeten spelen. Hier in Betel is het u verboden, want dit heiligdom is van de koning. Het is het eigendom van de staat Samaria. Maar Amos gaf de priester Amasja te antwoord: Ik ben geen beroepsprofeet of lid van een of ander profetengroep. Ik ben een veehoeder en een vijgenkweker. Maar de Heer heeft me van achter mijn beesten weggehaald en tegen mij gezegd: Ga als profeet naar mijn volk Israël. Als antwoordpsalm zingen we 559. De Heer heeft mij gezien. 559. Dit is de tweede lezing, lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broers en zusters, aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus komt alle lof en eer toe. Hij heeft ons vanuit de hemel telkens opnieuw zijn zegen geschonken. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons in Christus uitgekozen om voor hem heilig te leven en zonder zonde te zijn. In zijn liefde wilde God niets liever dan ons als zijn kinderen aannemen, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn grote goedheid. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon te laten ervaren hoezeer hij ons lief heeft. Zijn zoon Jezus heeft zijn leven, zijn bloed voor ons gegeven om ons van zonden te verlossen en onze misstappen te vergeven. En dat niet alleen. God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij heeft ons zijn geheime beslissing bekendgemaakt die hij in Christus genomen had. Volgens dat besluit zal hij, als de tijd rijp is, alles in de hemel en op de aarde plaatsen onder één hoofd, Christus. Dit was de tweede lezing. Laten we nu rechtstaan voor het Alleluia-vers. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd riep Jezus zijn 12 apostelen bij zich en begon hen uit te sturen 2 aan 2. Hij gaf hun macht over de boze geesten en hij liet niet toe dat ze iets meenamen behalve een stok, geen brood of rijstzak, geen geld in hun gordel. Hij zei, doe sandalen aan, maar neem geen dubbele kleding mee. En als ge ergens onderdak vindt, blijf daar tot ge verder trekt. Als ge ergens niet welkom zijt en ze niet naar u luisteren, ga daar dan weg en stamp het stof van uw voeten. Zo weet iedereen wat voor volk daar woont. Daarop vertrokken de apostelen om de blijde boodschap te verkondigen. Ze dreven een groot aantal boze geesten uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Tot daar de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is het woord van God. Dierbare vrienden, Jezus kwam ons Gods goedheid tonen en hij liet zich daarbij helpen door mensen die hem nauw aan het hart lagen. En hij stuurde hen uit om hetzelfde te doen zoals hij, namelijk de komst van Gods rijk verkondigen, de zieken genezen en nabij zijn. Hij gaf hen ook de macht om het kwaad uit te zuiveren met Gods geest van vrede, vreugde en geduld. Ook wij zijn vrienden van Jezus en ook wij worden gezonden om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan. En ook Hij geeft in deze viering de kracht om onze taak tot een goed einde te brengen. Jezus heeft nu Nazareth verlaten. Na een kort verblijf al daar, slecht ontvangen
door zijn dorpsgenoten, vertrok hij en merkte op dat er geen wonderen mogelijk waren, omdat de mensen niet geloofden in hem. Opgesloten als ze waren in hun verschraalde gebruiken. Jezus reist dan rond in de omliggende dorpen en onmiddellijk nodigt hij degene die hij geroepen heeft om hem te volgen, na te doen wat hij heeft gedaan. Jezus stuurt de 12 op zending. En zijn bedoeling is niet dat ze zich zouden vestigen op een bepaalde plaats, ook niet om tempels te bouwen waarvan zij de priesters zouden worden. Nee, ze moeten op weg gaan om te profeteren en zich als inspirerende voorgangers te gedragen. En de instructies die Jezus hen geeft zijn onverwacht. Hij zendt zijn apostelen 2 aan 2, niet alleen. Ze worden als een team collegiaal uitgestuurd om het goede nieuws aan te kondigen, om duivels te verdrijven, om zieken met heilige olie te zalven. Werken in de geest van Christus moet kerkelijk zijn en veronderstelt een teamgeest. Heilige uisjes zijn niet aan de orde. En Jezus schrijft de 12 voor om niets mee te nemen, behalve een staf, olie en sandalen. Maar dat is tekenend voor hun zending. De erderstaf of de wandelstok tekent de zendeling als oeder van zijn zusters en broeders. En hij kan dat ook gebruiken om hem te verdedigen tegen alle boze machten die hem willen vervolgen en hem tot het kwade willen verleiden. Olie gebruikt hij om wonden te genezen en de pijn te verzachten. En goede sandalen zijn nodig omdat zij zich veel moeten verplaatsen. Goede vrienden, heel wat priesters vandaag zijn op zoek naar hun plaats in de huidige, woelige maatschappij. Een priester van Jezus Christus moet een vrij mens zijn, een profeet. En hij moet zijn tijdsgenoten onderrichten en hen leiden bij hun zoeken naar meer innerlijkheid en echte vrede. Amen. Als gelovige mensen zijn we vandaag ook hier weer samengekomen om te vieren, om te bidden, om te danken. Laten we nu opstaan en dat geloof uitspreken. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. En dankbaar om de woorden die God tot ons richt, dankbaar om zijn vertrouwen in ons, willen we nu bidden in onze voorbeden. Bidden we voor de christelijke kerken, dat zij door de omgang van hun organisatie en de noodzakelijke structuren de kiemkracht van Gods geest niet verstikken. En dat ze hun invloed aanwenden om onrecht uit de wereld te helpen. Laten we bidden. Bidden we voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Mogen zij getuigen zijn van samenhorigheid en onderlinge liefde. En daardoor aanstekelijk werken naar anderen toe. Laten we bidden.
bidden we voor hen die Jezus volgelingen willen zijn, in de wereld van vandaag en morgen. Dat Gods genade hun kracht en sterkte geeft om ook in moeilijke periodes stand te houden en te blijven getuigen van Gods liefde in deze wereld. Laten we bidden. Bidden we voor alle gedoopten die door dit sacrament gezonden zijn als verkondigers van de blijde boodschap. Mogen zij trouw blijven aan hun roeping en loyaal genoeg om ervan te getuigen. Laten we bidden. Ook bidden wij voor onze dierbare overledenen, die ons met het teken van het geloof zijn voorgegaan. In deze viering gedenken wij Betty van Schouselen als jaarmis en we bidden ook voor Josie Spiesens. Mogen zij allen nu samen aanzitten aan de feesttafel van de Heer. Laat ons bidden. God, wees voor ons een nabije God, een God die meetrekt doorheen de geschiedenis. Maak ons tot oprechte getuigen van uw aanwezigheid, overal waar dit van ons wordt gevraagd. Wij vragen het u in naam van Jezus, uw Zoon, vandaag en alle dagen. Amen. Als offerandelied zingen we 760. Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer. 760. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit de milde hand werd brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit de milde hand werd de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid dan, zusters en broeders, en alsof er aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons, van heel zijn heilige kerk. Amen. God van ons allen, wij verdienen dit brood niet met profeteren in uw naam.
En gij biedt ons deze wijn niet aan omdat wij uw woord zo getrouw navolgen. Het is uit pure barmhartigheid dat gij uzelf aan ons schenkt in deze tekens. Kom in ons midden, nu we hier bijeen zijn in uw naam. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. God onze Vader, wij willen u danken voor al die mensen die door de eeuwen heen uw oproep hebben gehoord en beantwoord. Wij danken u voor al die mannen en vrouwen die op stap zijn gegaan naar een betere wereld. Naar de realisatie van uw rijk van vrede en gerechtigheid. Wij danken u voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn. Voor hen die onbaatzuchtig weten en delen. Voor moedigen die het nooit opgeven. Wij kijken met bewondering op naar Jezus, omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft, hoe wij met elkaar kunnen omgaan, samen kunnen helpen, bedroefden kunnen troosten, voor zieken kunnen zorgen en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen. Om zijn voorbeeld, om de manier waarop God ons lief heeft, willen wij u danken en wij zingen u toe vol vreugde. Onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend dan over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur, dat de zijne in de wereld bemint, nu gaf u een plaats van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen. Zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen ze gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond,
Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen wij het mysterie van het geloof. Dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Jozef en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Levens echt christen zijn en doen is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden wij zoals Hij, wij staan nu ook recht en zingen samen. Thank you.
Mogen de God van vrede ons bij de hand nemen. Mogen zijn warmte alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten. Dan zullen wij voor elkaar boodschappers zijn van vrede. Dragers van verzoening. Genezers van eenzaamheid en tweedracht. En die godsvrede zij dan ook met u allen. Geef elkaar ook een teken van vrede en verbondenheid. Dat wij zouden beseffen dat we voor elkaar delende mensen moeten zijn, heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden, om daar zichzelf te breken en uit te delen tot voedsel voor ons allen. Zie hier dan het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, beware ons ten eeuwige leven. Amen. We hebben dringend nodig
Mensen die geschiedenis maken en zich niet door de feiten laten meeslepen. Grootmoedige zielen in een wereld vol eigenbelang. Sterke geesten in een eeuw vol middelmatigheid. We hebben dringend nodig meer mensen die zeggen, ik zal iets proberen te doen, en minder die zeggen, het is allemaal toch onmogelijk. Meer mensen die samenwerken aan een project en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek. We hebben oogdringend nodig een woud van weldoende handen die een lucifer aansteken om het pessimisme te verdrijven. Een kleine lucifer, onbetekend, die een licht van recht en vrede geeft en de duisternis van haat en dood verjaagt. Laten wij dan bidden. Heer van alle mensen, waar Jezus ons uitzendt, stuurt Hij ons een met lege handen. Zijn woord is ons genoeg. Zijn naam is onze kracht. Wij bidden U, geef dat wij onbevangen en eenvoudig de weg vervolgen die Hij is voorgegaan. Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Willen wij nu allen opstaan en samen het Te Deum zingen?
De Heer die ons hier samenbracht, heeft ons gesterkt met zijn brood en zijn woord, zodat we nu op weg kunnen gaan als zijn getuigen. Hij vergezelt ons daarbij met zijn zegen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En ik wens u allemaal een fijne zondag en veel sportgenot ook vandaag. Wel thuis allemaal.